En zo'n orkest versterkt dat. En dat is de max om te merken. Als je een triest, ontroerend lied hebt, met het juiste arrangement, gaat dat nog dieper. En ook iets voor te lachen wordt nog grappiger. Dus ja, dat is helemaal fijn. Jaar geleden dachten we dat we rockmuzikanten waren eigenlijk en, ja. En hadden we een rockmuzikant rond ons, de eerste platen die we maakten. En dat is stilletjes aan verschoven naar een jazzbezetting eigenlijk. Hè. Ja. Als we met band spelen, dan is het met jazzmuzikanten en verschillende van de muzikanten die in onze band soms al 10 jaar speelden of zo, die zitten ook in BGO. Nico Schepers bijvoorbeeld, Dieter Lemboer speelt ook al heel lang bij ons, al 20 ja. jaar. Ja. Tony drumt nu bij ons, Tony Vita Colonna drumt bij ons. Dus ja, de stap naar het orkest was, op het moment dat het er dan eindelijk van kwam, was er bijna logisch of zo. Ja, inderdaad. Ik zie je lopen over straat. Je loopt zomaar over straat. Je stopt en blijft even voor een boekenwinkel staan. Ik denk, zal ik wel of zal ik niet? Ga ik weg voor je me ziet? Of is het net beter om naar je toe te gaan? Ja, wat wel onmiddellijk opviel, is wij zijn gewend om wel met muzikanten te werken natuurlijk, hè, maar vooral gewend om met z'n tweeën te werken. Dus dat is belachelijk gemakkelijk. Hè? Als je iets denkt, dan hup, 1 op 1 en dat gaat super snel. We kunnen ook rigoureus beslissingen pakken. En als je met een orkest dat je denkt van, dat is misschien 3 maanden te lang. Als je dat dan moet zeggen, dat is bijna een kwartier werk hè, voor partituren aan te passen. En hier, ja. Iedereen dat weet en dat is een veel logger machine. Hè? Denk alleen maar aan die winternacht, toen je in mijn armen sliep. En hoe je van puur geluk zomaar zonder kleren. Elke veel te lange dag kapot gaan zonder jou.